Het misleidde volk als oorlogswapen. Iedere oorlog wordt gevoerd met een strategie. De meest geniepige oorlogsstrategie is die waarbij een vijand ongemerkt zodanig wordt gemanipuleerd dat hij zichzelf stap voor stap vernietigt en als het lukt ook nog zijn eigen graf graaft. Zo dom zal toch zeker niemand zijn, zou men hier kunnen tegenwerpen. Maar oordeel niet te snel. Onder invloed van behendige oorlogsstrategen kan dat helaas wel. Want moderne oorlogstokers beheersen de tactiek om mensen te misleiden, zodat ze een instrument in de hand van de vijand worden. Degene die tot vijand wordt verklaard, wordt met andere woorden doelgericht gesmeed tot instrument. Allang worden hele volken op deze manier strategisch zo gemanipuleerd dat zij door manoeuvres die afleiden en misleiden zichzelf ongemerkt vernietigen. Dat doen ze met vurige ijver, grote zelfopoffering en zelfs op eigen kosten. Hoewel dit smeden tot instrument bijna dagelijkse kost is, wordt dit duister spel slechts door weinigen doorzien. Opdat het in de toekomst verandert, leggen wij nu uit dat het principe altijd hetzelfde is. We nemen de val van Libië als voorbeeld. Principieel moeten we vaststellen dat vanaf het begin de strategische aanvallen op Libië slechts dienden als behendige afleiding en een weg waren naar veel hogere doelen. Maar wie zijn de aanvallers en waar gaat het hen om als het niet in de eerste plaats om Libië gaat? De aanvallers zijn globale strategen. Hun doel is Europa en dan de rest van de wereld. Ze spelen met duivelse handigheid hun globale oorlogsspelen om de wereldheerschappij te verkrijgen. Hun sterkste instrumenten zijn sinds jaren het Amerikaanse leger en de NATO. Ook zij zijn slechts misbruikte handlangers die met grote ijver hun eigen val maken. Zij doen hun werk nog steeds perfect. Daarom wachten de touwtjestrekkers nog om hen eraan te laten bungelen. Maar hen wacht uiteindelijk hetzelfde lot dat voordien ook hun ondergeschikte troepen, de loonterroristen, ondergingen. Het volgende actiepatroon is slechts één van de vele actuele voorbeelden. Het laat zich toepassen op alle westerse militaire interventies van de afgelopen decennia, meestal met precies dezelfde afloop. Momenteel lijken de Amerikaanse imperialisten nog uitermate behendige molenspelers. Hun tactieken zijn ondoorgrondelijk, hun handelswijze is listig, want iedere zet volgt strategisch een wet waarbij men minstens 3 zetten vooruit berekent. Voor alle duidelijkheid, het doel van het molenspel is om door het vormen van zogenaamde molens telkens 3 eigen stenen op één rij te brengen. Lukt dit, dan verliest de tegenstander een steen. Evenals bij het schaakspel ligt de sterkste tactiek van de ervaren speler erin om doelgericht zijn tegenstander te misleiden door hem met vooruit berekende zetten in de val te lokken en de naïvelingen zelfs te misbruiken als instrument voor eigen doelen, zodat hij zo snel mogelijk de begeerde win-win situatie krijgt. En omdat hij altijd minstens 3 zetten vooruit denkt, lukt hem dat ook. Deze global players hebben het in het geval van Libië weer eens klaargespeeld om hun doel, dat altijd hetzelfde is, te bespoedigen. Wat is precies dit doel? De totale verzwakking en destabilisering van Europa en de hele nog niet ver-Amerikaniseerde wereld. Zoals we hierna gedetailleerd zullen zien, was dit vanaf de eerste strategische zet het vastgestelde doel. Dit verwezenlijkt zich in onze dagen door de verzwakking van landen die zich door de zogenaamde Arabische Lente in geen enkel opzicht nog zelf kunnen onderhouden. Stromen vluchtelingen van miljoenen, vele miljoenen mensen die naar Europa vluchten en onvermijdelijk een openbreken van de landsgrenzen veroorzaken. Europa verzinkt daardoor langzaam, maar niet toevallig, in een moeras van steeds meer sociale, economische, politieke, maar ook religieuze problemen.
Het strategische doel daarachter is dat mensen totaal worden uitgeput en zich gewillig laten indelen in de nieuwe wereldorde van de global players die aan de touwtjes trekken. En precies daartoe zouden de nationale staten van Europa nooit bereid zijn geweest zonder de bewust opgezette chaos, net zo min als de bloeiende Afrikaanse staten het waren voor de Arabische lente. Op identieke wijze bezorgden deze Amerikaanse imperialisten zich onstuitbaar voordelen met de eerste vier strategisch weldoordachte molenzetten, die nu al voltooid zijn amper 4 jaar na de bloedige val Muammar al-Gaddafi in een hopeloze situatie, zeg een win-win situatie voor de globalisten. De eerste strategische zet van de Amerikaanse regering in het als voorbeeld dienende molenslagveld, genaamd Libië-invasie, gaat terug tot in het eerste ambtsjaar van president Obama in het jaar 2009. Door Gaddafi als vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie een eerste keer toe te laten op de G8-top in L'Aquila in 2009 en door de schijn om langzaam een eerlijk dialoog te krijgen in olie- en gasonderhandelingen, plaatste de global player zijn eerste speelsteen in de strategisch perfecte hoek op het speelveld. De wereld geloofde voor het eerst onder de regering Obama te kunnen herademen wat de relatie tussen Libië en de VS betreft. In vergelijking met de regering Ronald Reagan, die Gaddafi eens had getypeerd als gekke hond van het nabije Oosten. De Amerikaanse regering onderhield echter al een jaar voordien, verborgen voor de wereldopinie, betrekkingen met bepaalde figuren in de regering van Gaddafi en discussieerde in het geheim over de voordelen die een uitschakeling van Gaddafi zou opbrengen. WikiLeaks publiceerde in verband hiermee een bericht van juli 2008 dat een verbinding bewees tussen de Amerikaanse ambassade en Shukri Ghanim, de door Gaddafi ingezette minister-president en minister van aardolie van Libië. Het bericht registreerde hoe de Amerikaanse ambassade van gedachten wisselde met de bemiddelaar van Ghanim dat er in Libië geen werkelijke economische of politieke hervormingen zouden zijn zolang Gaddafi niet dood zou zijn. De nietsvermoedende volkeren van Europa en alle media werden bewust misleid bij deze eerste zet en misbruikt als instrument. Alle massamedia, alle politici en burgers die uitbazuinden dat de beruchte handdruk van Obama en Gaddafi een historische gebeurtenis was, speelden daarmee het strategisch Amerikaanse regime direct in de kaart en bekrachtigden hun afleidingsmanoeuvre. Zo plaatsten de volkeren van Europa in de rol van de naïeve speler hun speelsteen als het ware ergens willekeurig in het midden van het speelveld. We stellen vast, vanaf het begin waren nog de sociale, politieke, nog de economische of religieuze verbeteringen van Afrika het eigenlijke doel. Ja, nog niet eens hun oliereserves. Want wat de moderne geologie tegenwoordig weet, weten de Amerikaanse oorlogsophitsers allang. Hooggeplaatste wetenschappers zien aardolie tegenwoordig als de bloedsomloop van de aarde. Zoals in het menselijke lichaam elk bloedverlies direct weer wordt aangemaakt, gebeurt dit ook met verbruikte aardolie in het binnenste van de aarde. De aarde is dus als een organisme. Daarom laten de oorlogsophitsers niet zelden, zonder bezwaar, hele olievelden in vlammen opgaan. Denk maar aan Irak en verschillende andere plaatsen. Met de bezetting van olieproducerende landen gaat het de global players dus niet in de eerste plaats om financiële winst voor zichzelf, maar om economische verliezen voor de anderen. Het gaat hen dus in de eerste plaats om de verhindering van elke autarkie, dus van de economische onafhankelijkheid van alle landen die nog niet afhankelijk zijn van hen. Natuurlijk dienen de in beslag genomen olievelden dan als het ware ook als zakgeld op de weg van de oprichting van hun eigen machtsstructuren, maar dit is slechts van secundair belang. Als tweede zet van de Amerikaanse strategen volgde begin 2011 een strategie die opzettelijk afleidde van het werkelijke doel en op het eerste gezicht totaal onsamenhangend leek. In beeld gesproken plaatste de strateeg, die zijn strategie vooraf berekent, zijn speelsteen in de verst verwijderde hoek ten opzichte van zijn eerste speelsteen. In de praktijk zag dit er zo uit. Men duwde Gaddafi plotseling doelgericht als verschrikkelijke dictator in de hoek. Het zogezegd vreselijk onderdrukte en geschonden Libische volk werd, samen met hem, tot gespreksonderwerp van de dag. Dit alles echter alleen om vooraf de gemoederen wereldwijd op te zwepen en de absolute noodzaak van een militair ingrijpen te rechtvaardigen voor volk en politiek. Dus om volkeren en wereldpolitiek als instrument te misbruiken voor de volgende zetten.
Wat het publiek echter nooit te horen kreeg, was het feit dat de Amerikaanse regering al in de tijd van de handdruk met Gaddafi ijverig terroristische milities, Al-Qaeda-kaders en rebellen toerustte in de strijd tegen de regering van Muammar al-Gaddafi. Eens te meer lieten het onwetende Europese volk, de massamedia en zelfs de vrije voorlichtingsdiensten zich door deze bewust vooruitgeplande strategie van het Amerikaanse regime misbruiken als instrument. Iedere opgehitste wereldburger die zich uitsprak tegen het zogenaamde dictatoriale regime van Gaddafi speelde daarbij direct in de kaart van de veroorzaker van het conflict en legitimeerde daarmee vanaf het begin de geplande militaire operatie van de globale strategen. Te laat merkten enkele Europese spelers dat ze de tegenstander hadden geholpen tot een win-win situatie. Toen ze de grotere verbanden door media-aandacht onder het volk wilden brengen, zweeg de media als vermoord. Het tegendeel gebeurde. Journalisten van bijvoorbeeld de New York Times misleiden zelfs het publiek door het conflict in Libië tegen beter weten in te bagatelliseren tot pure burgeroorlog. And our resolve is clear. The people of Libya must be protected. The people of Libya must be protected. The people of Libya must be protected. In de realiteit ging het om een 6 maanden durend bombardement van de NATO op Libië dat in het gunstigste geval een vermelding kreeg in vrije en onafhankelijke media. Zo plaatste het onwetende volk, in beeld gesproken, ook zijn volgende speelsteen. Alweer door misleiding, dus zonder zich te realiseren dat het met zijn roep naar militaire hulp de global players al had geholpen naar de eerste win-win situatie. Ook hier moeten we vaststellen dat het bij deze zet de Amerikaanse strategen absoluut ook niet ging om het creëren van betere levensomstandigheden in Afrika, maar enkel om de uitbreiding van eigen strategische machtsstructuren. De luidkeels geproclameerde democratische structuren op het zwarte continent waren alleen maar schijn en dienden voor het afleiden en instrumentaliseren van alle omliggende volkeren. De globale heerschappijgedachte laat in werkelijkheid ook niet één enkel Arabisch land toe zich omhoog te werken. De aanvallers van Europa beogen bij alles juist het tegendeel, namelijk de totale vernietiging van elke autarkie, dat wil zeggen het zelfbehoud van alle nog niet ver-Amerikaniseerde landen. Bij de derde strategische zet op het Libische slagveld van oktober 2011 vond de oorlog in Libië zijn hoogtepunt in een bommenregen op de thuisstad van Gaddafi. En de onmenselijke moord op Gaddafi, die de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton met leedvermaak van het volgende commentaar voorzag. We came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? He died. Opnieuw lieten de massamedia en alle volkeren zich systematisch instrumentaliseren doordat ze, in de geest van Hillary Clinton, het uit de weg ruimen van Gaddafi als oplossing verkondigden voor het onderdrukte Libische volk. We stellen opnieuw vast, ook bij deze geslaagde triomftocht ging het niet om de bevrijding van een onderdrukt volk van hun dictator. Ook niet in de eerste plaats om het installeren van een VS-afhankelijke regering in Libië, maar wel om de lang vooraf nauwgezet geplande destabilisering en ondermijning van het Europese continent. Om het doelbewust aanwakkeren van gigantische chaos in Europa. Zodat het zich dan op een bepaald moment uitgeput in de nieuwe wereldorde van de global players wil laten invoegen. Bekijken we daarvoor de consequentie van de vierde speelpartij en daarmee een speelzet in het voordeel van de genoemde oorlogsdrijvers en hun lakeien in politiek en media. Vandaag, 4 jaar later, 2015, zien we ze in verschrikwekkende omvang. Dit vond het hoogtepunt in het doel van de aanvallers,
namelijk de vluchtelingenstromen die ze zelf hebben veroorzaakt. Met miljoenen worden de Europese landen overspoeld. Libië, eens het rijkste land van het Afrikaanse continent, is totaal verwoest en ook haar buurlanden zijn gedestabiliseerd door armoede, diefstal, corruptie en nog veel meer. Libië onder Gaddafi. Er werd geen rente gegeven op krediet. De elektriciteit was gratis. Opleiding was gratis. Medische behandelingen waren gratis. Alle pasgetrouwden kregen van de Libische staat 45.000 euro om een eigen huis te kopen en een gezin te stichten. Een deel van elke Libische olieverkoop werd direct op de rekening van de Libische burger gestort. Gaddafi stond kort voor de voltooiing van het grootste drinkwaterproject met pijpleidingen door de Sahara voor een betere watervoorziening voor het volk en de landbouw. Doordat de Europeanen zich nu toenemend verwikkelen in de strijdvraag rond asielpolitiek en zich vanwege sociale hulp, religieconflicten en de opgelopen schade daarvan elkaar in de haren vliegen, doen ze stap voor stap precies wat de vallenzetters al vanaf het begin wilden. Want terwijl wij elkaar de kop inslaan, is de instrumentaliserende VS Global Player alweer drie neuslengtes vooruit. Iedereen die zich voor de arme vluchtelingen inzet en strijdt tegen een harde, consequente asielpolitiek, speelt weer direct in de kaart van de VS-strategen en de financiële oligarchen. Toch zijn zij het die overvolle boten met vluchtelingen onder Amerikaanse vlag naar Europese grenzen brengen. We stellen vast, eens te meer gaat het hier niet om de redding van oorlogsslachtoffers. Ook niet in de eerste plaats om de immense financiële voordelen die de georganiseerde vluchtelingenindustrie met zich meebrengt. Dat is alleen maar zakgeld op weg naar het eigenlijke doel, namelijk de totale verzwakking en destabilisering van Europa en de rest van de wereld die nog niet ver-Amerikaniseerd is. Wees er maar zeker van dat de strategische oorlogsvoering van een militair Amerika dat streeft naar de wereldheerschappij zijn administratie tegen Europa zo bewust heeft berekend, zoals bijvoorbeeld een imker een bijenkoningin verwijdert. Zo'n imker weet heel zeker dat het hele bijenvolk aan de ondergang is overgeleverd als hij de koningin te vroeg wegneemt. Zo zeker wist de regering Washington dat het elimineren van Gaddafi en de regeringssteunen van Noord-Afrika op de voet gevolgd zou worden door een destabilisering van heel Europa. Deze doelbewuste speelzet die afwijkt van de oorspronkelijke voornemens met het doel om hele volken te instrumentaliseren via mainstream media, geschiet ook op alle andere levensbelangrijke gebieden. Volledig onwetend helpen wij deze zelfgekozen wereldbeheersers aan de absolute macht over ons geld, onze welstand en ons bezit. Hoe gebeurt dat? Doordat wij zet na zet meegaan in de voordelen van betalingen met een creditcard, die ons worden gepresenteerd als zeer praktisch. Ook geven we de globale spelers absolute macht over onze kinderen. Op welke manier? Doordat we hen nieuwe leerplannen voor vroegseksualisering en hun genderideologie, inclusief opvoedingsrechten, door de staat aannemen zonder weerstand. We spelen hen ook, zonder dit te beseffen, de totale macht over onze nationaliteiten en vrijheden in de hand. Hoe dan? Doordat we de politiek van de mainstream naar de mond praten en geïnstrumentaliseerd allerlei manipulerende demonstraties worden doorgevoerd die moeten leiden naar een totaal samenscholings- en demonstratieverbod en uiteindelijk tot een spreekverbod. Dat is de reden dat deze diepe verbanden van mond tot mond in waarheid onder het volk moeten worden gebracht. Verspreid films zoals deze en geef voorlichtingsbrochures door van hand tot hand. Want zelfs een klacht tegen bovengenoemde strafbare feiten komt in de meeste gevallen al te laat, omdat een ondoorzichtige laag van geïnstrumentaliseerde staatsdienaren zich tot in de justitie hebben ingenesteld. Hier nog eens samengevat de ene en absoluut alomtegenwoordige rode draad van het wereldomvattende machtsspel. Het gaat om de verzwakking van alle naties die op eigen benen willen staan, tot hun onderwerping onder de één wereldregering.
Die zal echter na het bereiken van de onderwerpingskruistocht in geen geval loslaten van het knechten van alle naties. Vanaf dat moment zal slavernij pas echt beginnen. En dan zal het gedaan zijn met cola, bier, drugsvrije seks, lekker eten, alcoholvakantie en dergelijke. Dan wordt er alleen nog maar gewerkt en gediend. Voor wie? Natuurlijk voor degenen die het spel hebben gewonnen. De behendige global players, de toekomstige wereldbeheersers. Ten opzichte van de beschreven informatieoorlog lijken de volken op kleine kinderen die ook met de beste wil van de wereld niet meekomen met alle snelle ontwikkelingen. Ook wij van Klaagmuur TV worden steeds weer geteisterd door deze informatieoorlog. Momenteel hebben we ook te maken met strategische misleiding door doelbewuste geïnstrumentaliseerde tegenargumenten of met vervalste uitspraken. Kortom, we vragen uw begrip. Als wij ook eens een zet verliezen tegen de strategen die met steeds kleinere mazen handelen. Helaas zijn wij niet immuun tegen valse berichtgeving, nog tegen achterbakse verzoeken tot instrumentalisering. Helpt u mee om de oorlogsvoering door valse informatie die steeds meer terrein wint te overwinnen. Help door uw kennis, maar ook door de verspreiding van deze uitzendingen, licht te brengen in het duistere spel. Schrijf zelf korte artikelen die de strategische overleggingen ontmaskeren en stuur ze naar ons. Help het steeds terugkomende handelspatroon van oorlogsdrijvende globaalstrategen al van in de kiem bewust te maken en boze plannen onverbiddelijk aan het licht te brengen. Blijf alsjeblieft niet passief. Uw meewerken telt. Uw passiviteit daarentegen is het sterkste instrument in de hand van de oorlogsdrijvers. Uw passiviteit is hun wapen. Klaagmuur TV. We hebben geen transparante burgers nodig, maar transparante media, politici en financiële gezagsdragers.